Hallo en welkom bij deze tweede tutorial van After Effects. In deze gaan we heel wat zien eigenlijk. Bijvoorbeeld tracking, parenting, wat is een nulobject, wat zijn maskers, hoe teken je maskers, hoe animeer je een masker, enzovoort. Er zit eigenlijk wel heel wat in. Om te beginnen gaan we eens kijken wat ons bronmateriaal is. Ons bronmateriaal heet wijn.mov, dat is deze. Even zien. Dat is een handheld shot, dat expres een beetje bibberig is opgenomen. Van dit, van zo'n glas wijn. En dat blijft eigenlijk zo. Oké, en wat gaan we daarvan maken? Uiteindelijk gaan we daar iets van maken in deze aard. Namelijk dit. Dus hier, dat is tekst die meetrackt met die camerabeweging, met dat schudden van die camera. Dan komt er een effect, een uitlijning van dat glas, wat ook mee beweegt. Zo. En dan tekst, die wordt afgeblokkeerd door dat glas. En dan nog water in het glas zelf, of wijn, of wat dan ook. Maar daar zit eigenlijk wel heel veel in en heel veel principes. Heel kort, voordat we hier aan beginnen, wil ik iets tonen of iets zeggen over maskers. Je gaat heel veel in After Effects met maskers of masks werken. Een masker is een uitsnijding van een bepaald object, van een video, van een kleurenvlak, van een tekening, van een foto, om het even wat. Eigenlijk een uitsnijding daarvan. Even demonstreren. Ik ga heel snel een nieuwe compositie maken, om het even wat, dat maakt niet uit. En ik ga daar gewoon een nieuw kleurenvlak in doen, een nieuwe solid. De kleur maakt ook niet uit, zo. Dus ik heb hier gewoon één solid in staan. En ik ga daar nu een uitsnijding in maken. Ik kan dat met mijn pen tool doen. Ik sluit hem. Zo. En nu snijdt hij de rest uit. We gaan eens kijken wat er dan hier gebeurt als ik dit open doe. Is hier een nieuw element bijgekomen, masks. Dus één layer kan meerdere maskers hebben. Ik doe dit nog open. Dit is masker 1. En ik doe dat nog open, dan zien we meteen al de opties. Om te beginnen kan het inverteren. Mask path is de vorm van het masker. Dat kan ik animeren in de tijd en dus veranderen. Mask verdere. Mask opacity. En de mask expansion is ook een heel handige. Op een korte of heel makkelijke manier eigenlijk een masker bijvoorbeeld groter en kleiner te maken. En uiteraard zijn die ook allemaal animeerbaar. Zoals je kan zien. Ik doe het even weg. Je kunt ook een masker doen met een shape. Dus ik kies hier bijvoorbeeld mijn rounded rectangle hierop. En als ik dan mijn rectangle trek, zo, heb ik nu eigenlijk een masker daarvan gemaakt. Met dezelfde mogelijkheden. Dat is heel kort wat maskers zijn. En daar gaan we wel dikwijls gebruiken. Oké, ik doe dit even weg, dat heb ik eigenlijk niet meer nodig. Delete, delete. En ik importeer mijn wijn.mov. Zo. Oké. Ik ga van mijn wijn.mov een compositie maken. Nu, wijn.mov heeft een specifieke resolutie, hè? Hier 640 op 360, met een bepaalde framerate, 25 frames per seconde, een bepaalde codec, enzovoort, enzovoort, een bepaalde lengte. En ik zou nu manueel kunnen ingeven, nieuwe compositie, met die resolutie en al de andere gegevens. Maar wat ik ook kan doen, heel makkelijk, ik pak hier mijn wijn.mov vast en ik sleep dat naar dit icoontje. En dan gaat hij eigenlijk een compositie maken, helemaal met de juiste settings, de settings overnemen van mijn bronmateriaal, van mijn wijn.mov. Dus met die resolutie, met die lengte, met die framerate enzovoort. En dat is hier nu gebeurd. Dus nu heb ik deze gemaakt, de compositie wijn, met dezelfde settings als die video. Ik zal het nog eens doen, ik doe hem weg. Delete. Dus ik pak mijn wijn.mov, ik steep die hier naartoe, hop, en dan maakt hij een compositie daarvan. Nu, ik wil dat die iets langer is, die compositie, dus ik ga die lengte iets langer maken. Ik kies mijn compositie, compositie settings, die is nu op 18 seconden en ik zal die zetten op 25 seconden nog iets. Zo, even checken. Ja. Je ziet hier. Die video duurt natuurlijk tot daar. Langer heb ik geen video.
Dus vanaf hier is dat eigenlijk zwart beeld. Of ja, geen beeld. Goed, het eerste wat ik ga doen is trekken. Ik ga eigenlijk de beweging in dat beeld trekken, zodat ik dat achteraf eigenlijk kan nabootsen. Dat is heel eenvoudig. Ik klik rechts op mijn layer, wijn.mof. Ik doe track and stabilize en ik kies track motion. Dus ik pak mijn laag van mijn video, ik klik rechts. Track and stabilize, track motion. Zo. Hij gaat nu ook... Ik zit nu niet meer hier in mijn viewer van mijn compositie, maar in de viewer van mijn layer. En hier heeft hij nu een trackpunt gemaakt. Een trackpunt is iets wat hij gaat volgen, proberen te volgen in de tijd, in die video. Trackpunten werken vooral heel goed op heel contrastrijke zaken. Bijvoorbeeld, wat zou je kunnen tracken? Hier bijvoorbeeld. Het verschil tussen het houten schaaltje en de tafel, dat zou kunnen gaan. Of bijvoorbeeld hier dit punt, het verschil tussen het witte schaaltje en het hout, dat zou ook kunnen gaan. Maar er is eigenlijk in deze video vals gespeeld en er is expres een trackpoint getekend. Kun je zien welk trackpoint getekend is? Voilà, hier is een kruisje getekend. Heel contrastrijk natuurlijk. Dat is een ideaal trackpoint. Dus ik sleep die naar daar. Daarop ongeveer. Oppassen, dit refereert in de tijd. Dus stel dat ik hier verder zit. Het beweegt natuurlijk. Dan moet ik hem eigenlijk hier zetten. Ik ga nu gewoon naar het begin. Ik zet mijn trackpoint daarop. Hier zijn twee kadertjes. Dat is eigenlijk het zoekveld. Je kunt dat groter maken. Dan gaat hij in een groter zoekveld zoeken, zijn tracking, of in een kleiner zoekveld. Hoe groter die dingen zijn, hoe meer geheugen en hoe meer rekenkracht dat wel vraagt. Nu, deze video is heel klein van resolutie, 640 op 360, dus dit gaat heel snel gaan. Maar als je met echt hoge resolutie video's ziet, zeker met 4K, wordt dat heel, heel, heel traag. Ja. Dus, alles staat klaar. Ik sta hier in het begin. Hier heb ik mijn venstertje met de controls van mijn tracking. En ik doe nu Analyze en ik doe Speel naar voor. En dan gaat hij hier mijn video van voor afspelen, naar voor afspelen en tegelijkertijd analyseren. Zo. Nu maak ik eigenlijk constant keyframes aan van de positie. Ik ga die even laten doen. Je ziet dat de tracker heel goed meevolgt. Voilà. Dat ziet er perfect uit. En hier zie je al die keyframes eigenlijk. Hè? Dus al de correcties in de positie die hij heeft gedaan. We gaan eens even kijken hoe dat er hier uitziet. Ik doe dat open. Wat zie ik hier? Dit is erbij gekomen. Motion trackers. Ik doe dat ook open. Tracker 1. Trackpoint 1. Oké. En kijk, dit zijn allemaal keyframes die hij gemaakt heeft. Ik zal eens even inzoomen. Dus per frame heeft hij eigenlijk keyframes gemaakt. Goed. Nu, die keyframes, die tracking keyframes, we gaan die voor heel veel zaken gebruiken. Twee keer voor een tekst en ook een paar keer voor een grafiek, voor dat glas uit te tekenen en zo. Ja. Dus wat we eigenlijk gaan doen, we moeten die informatie van die tracking, we moeten die ergens naartoe sturen. En we zouden die gewoon kunnen sturen naar één tekstfile of zo. Maar we gaan die eigenlijk sturen naar wat we noemen een nulobject. In Unity kennen jullie dat als een empty game object, denk ik. Dus dat is een object dat wel parameters heeft. En dat heeft een positie, dat heeft een scale enzovoort, maar het is onzichtbaar. Het is eigenlijk gewoon een werkinstrument, een soort intermediair object om te kunnen werken, om andere dingen aan te kunnen ophangen, bij wijze van spreken. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu eerst een nul object maken. Ik klik hier. Ik doe new nul object. Zo. Zoals je ziet, mijn 0 heeft dus parameters, maar die is eigenlijk onzichtbaar. Ik zal even terug naar mijn compositie gaan. Mijn 0 wordt zo weergegeven, dat is het anchor point van mijn 0. Maar ze dat exporteren ze natuurlijk compleet onzichtbaar. Ik ga mijn 0 even hernoemen. En ik noem dat info tracking. Dan weet ik, als ik later meer layers heb, dat het altijd dit is. Oké, nu moet ik de informatie van mijn tracking doorsturen. Dus ik ga naar mijn wijn. Op. En ik kies mijn trackpoint. Nu ga ik hier naar mijn venstertje.
Wat was mijn motion source? Mijn motion source was wijn.mov. Oké, dat is goed. Nu, edit target. Dat betekent, waar moet ik eigenlijk mijn informatie van mijn tracking naartoe sturen? We gaan dat even kiezen. Apply motion to, welke layer? Naar info tracking. Voilà. Dus we gaan dat daar naartoe sturen. Dat is goed. Oké. En dan doe ik apply. En dan vraagt hij nog, wil je zowel van de x en de y as die informatie doorsturen? Ja. En dan doe ik oké. Goed, we gaan nu eens kijken naar mijn 0, hoe dat eruit ziet. Die sluit ik, mijn 0. Weet je nog de shortcut U? Als ik een laag selecteer en ik druk op U, gaat hij alleen de parameters opendoen waar keyframes op staan, waar een animatie op staat. En ik doe U. Voilà. En je ziet dat met de positie van mijn info tracking, van mijn nulobject, zit vol met keyframes. Je kunt het eigenlijk hier ook al zien. Die kiet gewoon altijd mee. Die beweegt altijd mee. Dus dat is heel goed. Nu gaan we daar een tekstje bij doen. Hè. Eén tekstje of twee tekstjes. Dus op de even wat. Poeh, vanaf waar. Maakt niet veel uit. Hier. 2CMDG presenteert. Veel kleiner. Alsjeblieft. Toen, 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 toen. Nog veel kleiner. Oké, het is misschien spuuglelijk hoe het eruit ziet, maar dat maakt niet uit. En ik wil wel pas dat je vanaf hier begint, niet de eerste 2 seconden. Goed, vanaf hier. Oké. Tot daar misschien. Oké. En nu moet hij nog meebewegen natuurlijk. En dat meebewegen doen we met parenting. Parenting zet je aan in dit venstertje. Als je dat niet ziet, is dat omdat er hier een van die dingen niet aanstaat waarschijnlijk. Of staat die er toch altijd? Parenting, wat betekent parenting? Als je parenting doet, dan laat je een laag zichzelf controleren door een andere laag. We gaan nu eigenlijk zeggen van deze tekstlaag gaat het kindje worden van de ouderlaag info tracking. En een kindje doet altijd wat dat zijn ouders zegt dat hij moet doen, uiteraard zoals in het echte leven. En bij deze leerlers is dat ook. En één ouder kan meerdere kinderen hebben. Dus in dit geval ga ik straks een andere tekstlaag ook zeggen, de parent daarvan is ook die info tracking en nog een paar dingen. En ik doe dat hier. Dus wie is de parent van deze tekstlaag? De parent van deze tekstlaag is infotracking. En nu voegt hij dat mee. Zie? En nu kan ik nog steeds wel de positie van infotracking veranderen. Dat is geen enkel probleem. Zo bijvoorbeeld. Hè. We gaan er nog eentje zetten, een andere hier verder. Ik ga terug. Een spannende film. Pom, pom, pom. Kleiner misschien. Oké. En hetzelfde. Eerst nog wat korter maken. Mee laten tracken. En ik ga dat ook hier doen. Of je kunt dat hier, als je zo'n krulletje ziet, kan je dat ook doen. Dan kan je dat vastpakken en zeggen, is dit de parent laag? Of dit, of dit, of dit? In dit geval is info tracking de parent laag. Hop. En dan hebben we het aan. Zo. Dat is goed. Dat is wel cool, hè? Oké, wat nu? Nu gaan we dat effect doen van dat glas. Dat glas dat hier zo wordt getekend, die contouren, en dat bewoog ook mee. En dat is eigenlijk een effect. We gaan eindelijk eens een effect doen in After Effects. En dat effect heet een stroke.
Ik ga daarvoor een solid maken. Die solid gaat straks onzichtbaar worden. Dat zullen jullie wel zien. Ik maak een solid. De kleur maakt niet uit. Die solid staat helemaal bovenaan. En nu zeg ik effect generate stroke. Zo. En die komt nu hierbij. Hier zie ik nu ook mijn effectvenster. We hadden dat eigenlijk tot nu toe nog niet gezien, mijn effectvenster. Als er een effect op een layer staat, zie je hier al die parameters. Al die parameters staan ook hier. Hè. Hier staat nu ook effects bij. Stroke. De parameters hier zijn hetzelfde als dit. Het is wel handiger om hierin te werken. Op zich. Maar goed, dan weet je dat. En hier mijn stroke. En wat ga ik doen? Belangrijk hier, mijn stroke. Ik ga painten niet op het originele image. De originele image in dit geval is een groen vlak. Maar ik ga painten op een transparant. Zo. Wat ik nu ook al zeker ga doen, ik ga deze ook parenten naar mijn info tracking. Zodat deze eigenlijk altijd die beweging meevoert. Dus ook hier zeg ik, wie is mijn parent, is mijn info tracking. Oké. Okay. En ik ga nu doen vanaf hier misschien. Wat ik nu ga doen, nu ga ik eigenlijk met mijn pen tool de contouren hier aftekenen. Van dat glas. En dat is zoals je ook in Illustrator zou tekenen of zo. Ik ben daar zelf heel slecht in. Ik ga het toch proberen. Zo. En normaal, omdat die geparent is, gaat die ook meevolgen. We gaan eens kijken. Ja, zie je? Het volgt eigenlijk altijd goed mee. Oké. Okay. Nu. Nu moeten we kiezen, voor dat effect, die stroke, welk masker gaat die volgen? En dan moet ik hier kiezen bij path. Welk pad gaat hij volgen? En kijk, en nu staat hier masker 1. In dit geval staat er op deze green solid, op deze solid eigenlijk ook maar één masker. Daar zouden er meerdere op kunnen staan, maar ik heb er maar één op getekend. Dus ik volg dat pad op en daar zie je hem eigenlijk al. Ik kan een sticker doen. Zo. Nu gaan we hem animeren. Dat kan met de start en de end. Ik zet bijvoorbeeld de end op 0, de start ook op 0. Ik ga hier naar 100, dan zie je hem gaan. Zo bijvoorbeeld zou kunnen. Ja. Ik ga dat eens doen. Ik zet mijn animatie aan, een beetje verder. En daarna, hop. En eens kijken. Maar ik zie dat hier ik niet tot 0% ben gegaan, maar tot 1. Ik ga die eens precies zetten. Ik ga naar mijn keyframe. Daar moet die op 0 komen dan. 0 zo. Oké, eens kijken dat dat eruit ziet. Veel te snel. Mag die wat langer. Voilà, goed genoeg. Al is het daar eigenlijk nog een stukje wat ontbreekt, maar bon. Dat is omdat die ook niet tot... Die komt maar tot 99%. Een slordigheidje. Die ook tot 100 valt. Perfect. Oké, dat gaan we houden. Dat is goed, wat gaan we nu doen? In het begin van die video begon eigenlijk op een zwart beeld, wat dan zo langzaam aan open ging. Dat gaan we nu ook al maken. Dat is heel eenvoudig. Dat is eigenlijk een zwarte solid met een masker op. Een cirkelvormig masker. En daar gespeeld met de mask expansion. Dus ik maak een nieuwe solid. Een zwart. Hallo. Maar bovenaan. We gaan er een masker op maken hiermee. Met, eens kijken, met... Oh, ik kan het eigenlijk zo al doen, dat is goed. Ik heb dat daarmee gedaan. En ik ga dat doen met die mask expansion. Zo. We gaan dat inverten. Zo. En het gaat eigenlijk zoiets zijn, heel ruw. Boom.
Ja. Wel nog wat verdere. En dan wordt het ongeveer zoiets. Dat is cool. Oké. Okay. Gaan we animeren. Dat is helemaal in het begin. Misschien hier. Ik zet hem aan. Een beetje verder. Zoiets. Eens kijken. Oké, okay, niet slecht. Wat nu? We gaan eens kijken naar het einde. Dus ik heb die opening, titel 1, titel 2. Dan die stroke. Hier blijft die stroke eigenlijk verder gaan. Maar die blijft gewoon staan. Hè. Die blijft ook gewoon stilstaan omdat mijn video is gestopt. Dus hier om iets achtergrond te hebben ga ik hier gewoon een solid bijzetten. Solid. Zo. En die moet natuurlijk helemaal van onder. Voilà, dan krijgen we dat. Wat gaan we nu nog doen? Ik ga hier nog een tekst bij zetten. De hoofdtitel Water bij de wijn. Water bij de wijn, zo. En ik zet die... Ik zal hier zetten. Op. Veel korter. Zo. En nu wil ik eigenlijk dat die titel hierachter gaat staan. Ja? Alsof het een echt 3D is, waar dat het achter het glas doorheen vliegt. Ja? Ik ga het animeren dat die tekst van links vliegt naar rechts, zodat het glas het afdekt. Maar dan moet ik eigenlijk die tekst uitsnijden door middel van het glas, om zo'n 3D-effect te krijgen. En dat doen we met een trakmat. En een trakmat, dat zie je hier. Hier, trakmat. Een principe bij een trakmat is dat een laag wordt uitgesneden door de exacte laag die erboven staat. Ja? Dus ik ga boven deze tekstlaag een laag moeten maken van het glas die die tekst uitsnijdt. Een trakmat werd enkel in een duo. De laag wordt enkel uitgesneden door de laag er vlak boven. Dat is heel belangrijk. Als je dat niet hebt, werkt er geen trakmat. En we gaan dat uitsnijden door middel van ofwel een volledig zwarte vorm van het glas of een volledig witte vorm. Dat maakt op zich niet uit. Maar ik heb dus nu een volledig zwarte vorm nodig van het glas of een volledig witte vorm. Hoe gaan we dat doen? Ik maak terug een solid, een kleurenvlak. Terug een solid. Nieuwe solid. Ik noem het glas gewoon. En ik maak het ofwel volledig wit of volledig zwart. Dat is super belangrijk. Hier. Oké. Okay. Zo. Nu, ik zou dat glas opnieuw kunnen uittekenen. Maar ik heb dat al gedaan, toen bij die strook. En je kunt maskers gewoon kopiëren en pasten. Dus dat ga ik doen. Ten eerste ga ik voor de zekerheid ook zorgen dat die mee gaat parenten. Dus ik ga die glas ook parenten naar info tracking. Zo. Oké. Okay. En dan nu ga ik naar mijn stroke, waar dat op stond hier. En dat masker ga ik nu kopiëren. Ik ga naar mijn masker hier, mijn masker 1. Copy. Ik ga naar mijn glas en ik doe paste. Hop. En eens kijken of die meegaat. Hij is een beetje versprongen hier, maar dat is op zich niet erg. Dan ga ik gewoon naar mijn positie of naar mijn anchor point. En ik zet die een klein beetje meer. Zo. Een beetje meer. Zo. En ik ga ook met de mask expansion een klein beetje groter maken. Mask expansion hier. Zo. Voilà. Dat ziet er goed uit. Oké, okay. Ik maak hier ook iets meer plaats voor mijn layers. Er beginnen al wat meer layers te komen. Hè. Die heb ik pas nodig vanaf hier. Dus die maak ik korter. Zo. Oké. Okay. En nu ga ik naar mijn trakmat. Het zwarte ga ik dus gebruiken om exact te leren daaronder, namelijk de tekst uit te snijden. Dus ik ga naar mijn tekst,
Ik ga zeggen, van wat is de trakmat? De trakmat gebruik ik ofwel volledig wit ofwel volledig zwart. Ik ken niet van buiten welke het is. Maar de opties hier dus refereren dat hij de leer daarboven, vlak daarboven gebruikt. We gaan eens kijken wat het allemaal geeft. Dat is het al niet. Dit gaat het zijn. Kijk, als ik nu mijn tekst vastpak. En je ziet ook trouwens dat hier nu een symbool is gekomen. Dat deze de uitsnijde maakt van deze. Zie je, dat is hierbij verschenen. Ik pak mijn tekst eens vast, gewoon om te zien hoe het eruit ziet. Zie je? Nu kan ik zo'n animatie doen. Zo bijvoorbeeld. Dus dat zullen we nu doen gewoon. Vanaf hier. Positie. Hop. Positie verder. Ik pak hem vast. Of ik kan ook zo bijvoorbeeld hier een beetje blijven staan. Eens kijken. Voilà. Dus dat is die trakmat. Het laatste wat we nog moeten doen, is dat er zogezegd een druppel invalt. Een druppel van water of van wijn. Hè? Dat is eigenlijk een geanimeerd masker. Wat ik ook helemaal in het begin heb getoond. Dus we gaan eens kijken bijvoorbeeld. Dat gaat een solid ook zijn. Nieuwe solid. Inhoud glas. En we doen dat een beetje blauwachtig of zo. Hop. Oké. Okay. Inhoud glas. En moet hij wel hier zitten? Zo, en nu ga ik een masker tekenen op de inhoud van mijn glas. Ik maak eerst de opacity een beetje minder, zodat ik het kan zien, de vorm. Oké. Okay. Pak ik mijn pen tool en ik doe heel ruw. Zo. Nog hier bijvoorbeeld. En ik ga die een heel stuk hoger zetten. Hop. Die zo zich vanaf hier begint. En dan ga ik naar mijn masker daar. En verander ik de vorm van mijn maskpad. Zo. En dan verder. Ik doe het nu heel lelijk. En dan, ik zal wat sneller. En dan nog verder. Het is nu heel lelijk en heel ruw, maar dat is het principe wat erachter zit. Boom. Voilà. En dan gaan we eens terugkijken in zijn totaal wat we gemaakt hebben. Goed, hier zit eigenlijk heel veel principes in. Hè. Dus die trekking, waar we met een nulobject, waar we heel veel zaken aan hebben opgehangen. Maskers, hier een masker dat open gaat. Een masker wat een pad volgt voor die stroke. Trakmat. Hè. Die tekst wordt afgesneden door een laag die er vlak boven staat. En dan nog een geanimeerd masker hier. Oké, dit was het voor deze tutorial. Dank je.